Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie hier gekomen zijn. En ook de mensen die kijken via het internet. Waar ik het over wou hebben, dat is het leven met God. Halleluja. Maar ook wat de gevolgen zijn als je God niet in je leven hebt. Of als je hem niet echt wil volgen. Want dat heeft ook consequenties. Want als je hem verlaat en je valt terug, dan heeft dat wel inderdaad gevolgen. En heel vaak denk je wel van, ach, dat zal toch wel meevallen. Ach, het steekt toch niet zo nauw. Ach, een keer niet naar de kerk gaan. Nou, en je gaat dit niet meer doen. Het wordt van kwaad tot erger. En je gaat maar eens een keer naar een café. En je gaat maar eens een keer een jointje roken. Ah, dat moet toch kunnen voor een keer. Maar ja, zo geleidelijk aan, dan sluit dat naar binnen. En het is heel erg belangrijk als je eenmaal voor de Heer gekozen hebt. En als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Om dan echt ernst te maken. Want doe je dat niet, dan val je gewoon terug. En het Oude Testament, de Bijbel staat vol met verhalen daarover. Zo is bijvoorbeeld het volk Israël is echt een voorbeeld voor ons. Eigenlijk niet zo heel leuk, maar wel heel triest. Zij waren Gods oogappel, God had hen uitgekozen, God had hen zeer lief. De Heere had hen met een sterke hand bevrijd. En hij had hen gebracht in het Kanaan. En hij had hen enorm gezegend. En de Israëlieten hadden allemaal hun wonderen gezien. En toch en toch en toch, hoe erg. Ze vielen terug, ze wouden niet, ze waren God ongehoorzaam. Het begon al in de woestijn. Zo zie je hoe erg het kwaad in de mens zit. Dat het hart vol verderfelijkheden zit. En de Heere heeft wel honderden keren gewaarschuwd. Ik wil daar wel één hoofdstukje wel aan besteden. Dat staat in Richteren. Ja, Jozua, Mozes die had hem door de woestijn heen geleid. En toen had Jozua het volk binnengebracht in Kanaan. En nou, hij had met hun gestreden. Maar dan, ja, wat gebeurt er dan? Want toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heen getrokken en ieder naar zijn erfdeel om het land in bezit te nemen. Het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Jozua en van de oudsten die Jozua overleefde en die heel het grote werk gezien hadden van de Heere en voor de Israëlieten gedaan had. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, 110 jaar oud. En men begroef hem. En nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam naar hem een ander geslacht op dat de Heeren niet kende, noch het werk dat hij voor Israël gedaan had. Ja, en de voorouders, die hadden ook de opdracht van de Heere om hun kinderen het te vertellen. Ze moesten kwasten aan hun kleren doen. En de Heere die zei van, prent het je kinderen in. Hoe vaak had de Heer dat wel niet gezegd, maar ik ben bang dat ze erg verstek hebben laten gaan. Want
nadat dat gehele geslacht weg was. Toen deden de Israëlieten wat kwaad was in de ogen van de Heere. En zij gingen de Baals dienen. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had. En ze liepen allemaal andere goden achterna. En daardoor krenkten zij de Heere. En wanneer zij de Heere verlieten en de Baal en de Astarte dienden, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. Ja, en dan komt de vloek. Want hij gaf hen toen over in de macht van de plunderaars. En die plunderden hen. En hij gaf hen over in de macht van de vijanden rondom hen. Zodat zij niet meer tegen deze konden stand houden. Telkens als zij uittrokken, was de hand van de Heere tegen hen. Dan krijg je precies het tegenovergestelde. Zoals de Heere hun om de ede aangezegd had. En zij kwamen in grote benauwdheid. En dan verwekte de Heere een lichter en die verloste hun dan weer. Maar zolang die lichter dan er was, ja, dan luisterden de Israëlieten wel. Maar als die richter weg was, dan vervielen ze weer opnieuw tot kwaad. En dat ging zo alsmaar door en door en door. Telkens wanneer de Heere een richter verwekte, was de Heere met de richter en dan verloste hij hem uit de macht. En zolang die richter leefde. Want de Heere die werd bewogen door hun gekerm van hun onderdrukkers. Wanneer dan de toorn van de Heere ontbrandde tegen Israël, zei God, omdat dit volk het verbond heeft geschonden dat ik hun vader opgelegd had en omdat zij niet geluisterd hebben naar mijn stem, zal ik ook geen van de volken die Jozua bij zijn dood heeft overgelaten meer voor hen weg uitdrijven. Want er waren nog volkeren overgebleven. En de Heere deed het ook om Israël op de proef te stellen. Om te kijken of ze zijn weg zouden gaan. Want de Heere had gezegd, als je daar in dat land bent, pas er dan voor op dat je niet een verbond met hun sluit. En dat je niet verzwageren gaat met hun. En dat je niet je zonen en je dochters ten huwelijk geeft aan hun. Maar dat deden ze toch. Ze sloten vriendschap. En daardoor kwamen de afgoden. En dat werd hun struikelblok. Ja, en de Heere die liet de volkeren ook overblijven. Niet alleen maar als een straf, maar ook, de Heere deed ook nog niet al die vijanden weg, omdat hij de Israëlieten, zeg maar, die de strijd nog niet hadden meegemaakt, om hen te leren hoe zij moesten vechten tegen de vijanden. Dus daar deed God het ook voor. Maar helaas, ze gingen helemaal de verkeerde weg op. En ja, dit is een geschiedenis, maar je kunt het ook doortrekken naar je eigen leven. Ook in je eigen leven heb je te maken met vijanden, heb je last van zwakheden en struikelblokken. En het is waar, God die doet vaak niet, die verlos je vaak niet gelijk ineens van alles waar je last van hebt. En daarom wil de Heer ook dat je hem zoekt. En ja, dat je vertrouwt op hem. Maar als je niet wil en weerspannig wordt,
en je wordt boos op God en je gaat je eigen weg, ja, dan wordt het alleen maar nog erger. Jezus zegt ook niet voor niets van, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust geven. Je moet naar Jezus gaan met je zorgen en je problemen, want Hij is de oplossing voor al je moeite. Als je het zelf probeert, gaat het niet lukken. En alles wat in de wereld is, dat helpt vaak ook helemaal niet. Therapie dit, therapie dat, ja. Het kan misschien wel wat helpen, maar je hebt gewoon de bevrijding. Je hebt gewoon God zelf heel hard nodig in je leven. Daarom is het zo belangrijk dat je Hem zoekt. Dat je zijn woord leest, dat je tot Hem bidt. Dat je roept tot Hem. En dan zal de Heer je ook antwoorden. Dan zal de Heer je ook helpen. Maar er zitten wel voorwaarden aan verbonden. Je moet ook doen wat Hij zegt. Je moet Hem ook gehoorzamen. Doe je dat niet, dan werkt het niet. Zo is het nu eenmaal. Dat zijn Gods principes. En geef je problemen aan God. Doe daarvoor in de plaats luisteren wat de Heer persoonlijk tegen je zegt. Je kan ook net doen of je geen problemen hebt. Je hebt eigenlijk geen problemen. Je kan ook gewoon denken, nee, ik geef ze aan de Heer. Vertrouw gewoon op Hem, dat Hij je helpt om er doorheen te komen. Je moet je focus op de Heer leggen en op wat Hij zegt. En ondertussen, als jij het bij de Heer legt en je richt je op Hem, en je richt je op je medemens, niet altijd maar alleen maar op jezelf. Maar juist om, als je kijkt naar de nood van een ander en je bent niet steeds met jezelf bezig, dan pas gaat de Heer vaak bevrijding bewerken in je leven. God zorgt ondertussen voor jou. Hij kent alles van je, Hij weet alles, Hij wil alles voor je doen. Maar Hij vraagt je hart. Geloof daarin. En ook al zie je er nog niks van en ook al lijkt het net of de Heer er helemaal niet is en je niet helpt, toch moet je geloven. Soms moet je er doorheen. Het is vaak ook in een depressie zo. Net zoals wat Psalm 23 ook zegt van de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is eigenlijk best wel moeilijk, want ja, je vindt dat het vaak wel zo is. En toch moet je dat geloven, ook al zie je dat nog niet. En ga de Heer alvast danken. Danken voor wat Hij doet, ja, waar we het al eerder over gehad hebben. Danken is heel erg belangrijk. En God loven en prijzen, want dat verbreekt jukken. En blijf niet verzwelgen in al je pijn en in je verdriet. Het maakt je alleen maar nog bozer en verbitterd en gefrustreerd. Nee, probeer je echt te richten op het blijde. Verblijf je in de Heere te alle tijden. Zoek je vreugde en je kracht in de Heere. Dat is wat je eruit trekt. Denk maar aan Jezus. Wat heeft Hij niet doorstaan toen Hij hier op deze aarde rondwandelde? Hij is als geen ander is die bespot en gehoond en beklad. En toch bleef Hij positief. En toch bleef Hij bij zijn doel. En toch bleef Hij gehoorzaam aan zijn Vader. Laten wij zijn voorbeeld volgen. Ook al heb je in de wereld verdrukking. Ook al heb je moeite en pijn.
richt je gewoon op de Heer Jezus. En toch bleef hij ook altijd in de liefde. Terwijl de mensen gemeen deden tegen hen en hem uitscholden en hem uitlachten. Ja, soms vraag je ook wel eens af waarom God dat allemaal toelaat in je leven, al die moeilijkheden. Maar soms doet de Heer dat ook, ja, om kastijding, om je te tuchtigen, om je te trainen. Het kan allerlei redenen hebben om je sterker te maken. Het hoeft niet altijd negatief te zijn als je problemen hebt in je leven. Je kan het ook gewoon proberen om het ook een keer positief te bekijken. Dat je niet altijd alleen maar denkt, oh, altijd maar al die moeilijkheden. Problemen zijn ervoor om opgelost te worden. En God lost ze op. Vertrouw daar gewoon op. En ja, net waar Hans het ook al over had, over die storm op het meer. Let niet op die storm, let niet op je omstandigheden, maar wees gericht op de Heer. En God vraagt jouw hart. God wil jouw liefde. God wil dat je hem zoekt, want hij houdt van je. We hebben van de week was het Valentijn, hè? Ja, en dan doe je vaak wat voor je geliefde. Maar ja, heb je ook aan de Heer gedacht van de week? Is hij eigenlijk niet je grootste Valentijn? Is hij eigenlijk niet je grootste liefde? Hmm. Ja. Want God is de bron van alles. Want uit hem en door hem en tot hem, uit hem komen wij voort. En hij duldt het niet dat je hem niet erkent en hem niet gehoorzaamt. Je kan of voor hem kiezen of tegen hem kiezen. Maar buiten hem is geen leven. Buiten hem is dood. Buiten hem is het alleen maar donker. Ik wil ook even naar Spreuken gaan. Spreuken 1. Dan geeft de Heer ook de vermaningen tot wijsheid. De wijsheid die roept luide op de straat en op de pleinen verheft zij haar stem. En op de hoek van de rumoerige straten roept zij. Bij de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar redenen. Hoe lang zult gij onverstandig zijn en het onverstand liefhebben? Zullen spotters aan spotternij hun welgevallen hebben en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning, zegt de Heer. Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten. En mijn woorden aan u bekendmaken. Maar omdat gij weigerde toen ik riep en niemand acht gaf toen ik mijn hand uitstrekte, en gij al mijn raadgevingen in de wind sloeg en mijn vermaning niet wilde, daarom zal ik ook lachen om je verderf. Ja, wie God verlaat, heeft smart op smart vrezen. Maar ook als je God ongehoorzaam bent, dan kan de Heer je ook niet echt zegenen. Dan heeft dat vaak ook negatieve gevolgen. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen
Maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Waarom niet? Omdat zij de kennis gehaat hebben en de vrezen des Heren niet hebben verkozen. Je hebt ook mensen die willens en wetens echt niks met God te maken willen hebben. En dan trekt God zijn hand ook terug. Maar dan ga je wel naar de eeuwige ondergang. Mijn raad niet gewild hebben. Al mijn vermaningen hebben versmaad. En zij zullen eten van de vrucht van hun wandel. En verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid van de onverstandigen zal hen doden. En de zorgeloosheid van de dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen. Beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. Vraag God om vergeving, nu het nog kan. Kom opnieuw tot Hem, kom opnieuw tot de Vader, door Jezus. En begin ook anderen te vergeven. Want vaak heb je ook in je leven te maken met onrecht wat anderen je aangedaan hebben. En vaak ben je ook heel erg boos daarover. En ook misschien ook wel tegenover God. En je vindt het niet eerlijk. Maar het begint toch met vergeven. Het begint ermee ook om niet meer langer te oordelen. Niet meer langer te oordelen over anderen. Dan pas kan genezing en herstel beginnen. Dat is heel belangrijk. Erken tegenover God dat je fout geweest bent. Het is heel erg belangrijk om de zonde te belijden aan God. Doe je dat niet, dan kan de Heer eigenlijk ook niet beginnen jou te bevrijden. Het is heel belangrijk om toe te geven en te erkennen waarin je fout bent gegaan. En bid ook aan de Heilige Geest. Vraag ook aan de Heilige Geest. Heer, zijn er nog dingen in mijn leven die niet goed zijn? En ja, wilt u me daarbij helpen om dat te veranderen? En God luistert. In Psalm 77 is ook een woord van troost. Mijn stem is tot God en ik roep. Ten dagen van mijn benauwdheid zoek ik de Heere. Ik denk aan God en dan kreun ik en dan pijns ik en dan versmacht mijn geest. Gij houdt mijn ogen open. Ik ben onrustig en ik kan niet spreken. Nou, en dan is het gewoon ook heel erg belangrijk in de tijd. Je kan soms in zo'n woestijnperiode zitten dat het net lijkt of de Heer er helemaal niet is. En dat helemaal niks verandert in je leven. Ja, denk dan terug aan wat voor goeds er wel geweest is in je leven. Of wat de Heer wel gedaan heeft in je leven. Trek je daaraan op, heel belangrijk.
het volgen van Jezus vraagt ook offers. Jezus zegt ook, wie geen afstand kan nemen van zijn vader en moeder en van zijn zoon en dochters, die kan mijn discipel niet zijn. Het is heel erg belangrijk dat je je volkomen wil geven aan hem. Want wie zijn leven vindt, die maakt juist dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven wil verliezen, om hem te winnen, die zal het vinden. En Jezus zegt ook, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader en bij de engelen. En Jezus zegt ook, wees niet bevreesd voor degene die je lichaam kunnen doden, maar je ziel niet. Wees niet bang voor mensen. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwen, zijn onaantastbaar. Dat is heel belangrijk. Bedenk dat steeds als je bang bent, dat je op de Heere vertrouwt. God zegt ook van, strijd om in te gaan. Het is niet gemakkelijk om Jezus te volgen. Het is niet gemakkelijk. Je moet er ook wat voor doen. En ook om vrij te komen uit je eigen problemen, moet je echt gaan tot God. En Jezus geeft ook het voorbeeld van die twee zonen. Die vader die vroeg aan die twee zonen van, wil je voor mij werken in mijn wijngaard? Dan zegt de ene zoon ja, maar hij doet het niet. En die andere zoon die zegt nee, maar hij doet het wel. Dus het is soms nog beter, gebruik maar zo min mogelijk woorden, maar de daden spreken eigenlijk nog meer als de woorden. De daden zijn eigenlijk belangrijker. De woorden kun je voegen aan de daden, maar de daden, daar gaat het om. En hier wou ik het dan nu bij laten. Het heeft nog wel een vervolg. Okay.